Papa vertelt. Ik hoor het mijn moeder zo nog roepen. Wally, Tony, Gerry, Shani, we gaan vanavond naar de kermis. Maar we moesten wel eerst in bad. Want als je naar de kermis gaat, dan moet je goed gewassen zijn. En de haartjes moeten gekamd worden, nieuwe kleren aan. De zondagse kleren noemden we dat. En dan gingen we met z'n vieren, met z'n zessen gingen we naar de kermis. Dat was gewoon geweldig. Alleen het geluid al, de kleuren, de geuren, de pracht, de praal, de lampjes. Het was echt een feest om naar de kermis te mogen gaan. Ik weet nog goed, hè, dan waren we op het plein en dat noemden wij de kraantjes. Daar kon je polshorloge winnen of daar lag een goudklokje lag erin. Nou, die wou je maar al te graag winnen. Maar dat was zo moeilijk altijd. En op een gegeven moment zag ik bij een van die automaten, daar zag ik een transistorradiootje in liggen. En in dat transistorradiootje, dat was maar zo groot, groter was dat niet, maar er zat ook een polsbandje aan. En dat leek me wel heel makkelijk om te pakken met die grijper, dat polsbandje. Ja, en ik heb wel, ik denk wel vier kwartjes verspeeld, maar ik heb helaas het radiootje niet kunnen winnen. Dat was echt heel moeilijk, dat lukte me niet. Nou, en als we dan die vier kwartjes, die hadden we verspeeld, want meer mochten we die verspelen, dan gingen we ook nog eventjes langs het touwtje trekken. De kermiswereld noemt dat het lijntrekspel, maar wij noemden het touwtje trekken. En dan het prijsje waar je dan trok, ja, vaak was het zo, dat vond ik dat niet zo leuk, dat was een klein plastic pistooltje of zo. Maar het was een altijd prijsgevende zaak, zo'n touwtje trekzaak, en dan kon je er omruilen. En wat ik dan zo mooi vond, dan had je van die balletjes, die waren helemaal omwikkeld met zilverpapier en er was een netje overheen. En dan zat er nog een elastiekje zat eraan, dat deed je om je pols. En dan kon je met een balletje, net een jojo, kon je dat weggooien en weer opvangen. Ja, behalve als het elastiekje klapte, ja, dan deed dat zeer om de pols, want dan kwam die elastiek er weer heel hard tegenaan. Maar ja, die heb ik misschien wel 20, 30 balletjes gehad. Dat vond ik zo'n leuk ding. En wat ik ook nog heel mooi vond, was als we dan op de heuvel kwamen, dan stond er altijd de Hoogatie, dat is het reuzenrad, maar in Tilburg noemen ze dat de Hoogatie. En daar mocht ik ook in. Nou, en dan alleen met instappen al, dan schommelde dat bankje waar je in moest gaan zitten. En dan ging er voor een stang, of een ketting zat ervoor. En dan pakte ik die vast en dan ging die reuzenrad ging draaien. En dan ging je naar achteren omhoog en dan ging je naar voren omlaag. En dan kreeg je elke keer een hele diepe zucht in je maag. Nou, dat was echt eng. Maar beneden stond dan mijn vader en moeder te zwaaien. En ik had met twee handjes had ik zo die stang vast. En ja, ik moest toch een keer terugzwaaien. Dus even gauw terugzwaaien met één handje en weer heel gauw terug. Want ja, dat ging heel hoog. Vond ik wel heel leuk, heel spannend. Maar ook weer heel erg blij dat we beneden waren, dat ik er weer uit kon. Nou, toen was het verhaaltje uit.